We hebben de duistere zwaardvechter bevrijd. Dus nu gaan we weer terug naar boven. Oh, wat gebeurt er? Wat is dit? Of heb ik dit al gezien? Nee, volgens mij heb ik dit nog niet gezien. Wat gebeurt er allemaal? Oh ja, we hebben natuurlijk hier zo alle poortjes, alle stages gedaan. Dus nu moeten we gaan afrekenen met de baas. Vind je deze serie vet? Dan weet je wat je moet doen. Dan moet je even die duimpjes omhoog knallen. En als je van Nintendo houdt, dan moet je natuurlijk gelijk even abonneren op dit kanaal. Een van de weinige echte Nintendo kanalen van Nederland. Stella zegt, oké dan, tijd om met sprankelkracht deze deur te openen. Is goed. Hier heb je wat kristallen van mij. Daar gaan we weer. Wat is de flats? Waar komen we nu terecht? Ik zie weer allemaal ogen daar in de back. Dat hadden we de vorige keer volgens mij ook. Maar wie is dit? Oh, dat is de eindbaas van dit spelletje. En ze zegt, kijk nou toch, daar heb je dat kleine ongedierte weer. Dat in mijn hele theater heeft lopen rondrennen. Maar goed, hebben jullie genoten van al mijn voorstellingen? Heeft mijn show jullie doen beven van angst? Ik zie het aan jullie gezichten. Hoe dan ook, ik heb me laten vertellen dat jullie niet stil hebben gezeten. Nee, inderdaad. Oh, kijk, Peach doet echt gewoon deze. Kom dan, ik pak je. Dat jullie zelfs een sprankteur hebben bevrijd die ik met enorm veel moeite heb gevangen. Ja, wat is daarmee? Jullie uitspanningen zijn buitengewoon schattig. Echt? Maar één zo'n stomme sprankteur gaat geen verschil maken. Nee, daarom ga ik ze allemaal bevrijden. Wat denk jij? Oh, Criticonda. Kun je onze gasten onder de loep nemen? Ik ben razend benieuwd naar hun talent. Oké, dit is Criticonda, de slangenbaas. Ik ben niet bang voor slangen. Waaah, Criticonda. Eens even concluderen wat we moeten doen, hoor. Oh, we moeten door heel dit level heen rennen. Oh, wacht even. We moeten sowieso dan niet in de schijnwerper staan. Dat is het ding. Kijk. Schijnwerper, spotlight ding. Gaan we hier even omdraaien? Daar zijn allemaal slangies. Wat is dit? Oh, wacht. Hoe dan? Hoe moet ik dat doen? Hoppakee, deze slang kan in ieder geval kapot. Maar dan moet ik nu gaan rennen. En dan moet ik dit ding denk ik slaan. Ja, ik dacht al, dat haal ik niet. Wacht even. Oh, ik. Nee. Ik wou dus even kijken of hier in dat gat wat zat. Of ik hier doorheen kon. Nee, dat kan niet. Oké, dan ga ik gewoon even rustig hier naartoe. Criticonda. Denk jij, joh? Wat denk jij? Een Criticonda doet wel zijn best, hoor, moet ik eerlijk toegeven. Ja, hij is lijp, hij is lijp. Hatsik idee. Ah, die voor jou. Een heel Criticonda valt uit elkaar. Lekker, man. Dan gaan we hier iets mee doen, denk ik. Gaan we deze pakken? Kom op, Stella. Boom. Oké. Top. Zo, daar heb je in ieder geval terug, hè, maat? Ik heb in ieder geval weer een hartje terug. En we gaan naar boven. Gekke slang, jongen. Gekke, zieke slang. Okay, ik denk dat ik dit even rustig aan moet doen. Ja, ik had al zo'n gevoel. Platform hier en platform hier. Oef, kan gewoon doorgaan, denk ik. Kan gewoon doorlopen. Ja, zeker wel. Platform. Ik moet dit... Oh nee, dit gaat fout. Oh, dit gaat helemaal niet fout, want ik... Ik zet het licht lekker aan. Wat ziek idee. Lekker gedaan, Peach. Dat was echt een wanhoopspoging, maar het lukte wel. Soms moet je tot het uiterste gaan, hè? Hartstikke idee. Dat is het tweede deel van Sandyconda, Gasticonda, Criticonda die kapot is. We gaan verder naar boven. Wat gaan we hier doen? Zien we dit zo, dan dat. Ik weet het niet. Ik denk dat ik nu moet springen. En dan nu. Ja, en dan wachten tot hij weer de andere kant op gaat kijken. Ja, zo. En dan even rustig. Hij gaat die kapot maken, hè? Ik dacht het al, hè? Ik dacht het al, jongen. Oh, ik zag dat aankomen, maar ik liet het gewoon gebeuren. Oh, ik ben hier. Hier kan je mij niet zien. Ik ben hier. Je kan mij niet zien. Je kan mij niet zien, maat. Ik ga lekker hier naartoe. Okay, en nu? Hij gaat straks weer dat ding kapot maken, hè? Je doet je best, maar ik ga gewoon doorlopen. Hoppakee. What's the flats? Lig je aan. En door. En door. Oké, gaat goed. Dan doet hij dat. Dan loop ik door. En dan bam! Op je bakkeroni. Lekker, man. Ik denk dat we Criticonda nu al hebben verslagen. Want zijn ogen liggen daar. En zijn ogen lagen daar. Zijn ogen zijn weg. Ja. Daar zijn we alweer. Criticonda heeft helemaal niks op ons. Lekker gedaan, Peach. Hartstikke idee. En dan denk ik dat dit ook weer een mooi verdiepingje gaat worden. Kijk eens. Ja, zeker wel. Dit deel van het theater is ook weer prachtig. Wat er aan de hand is hier in het theater is allemaal de schuld van Grape. Zij en die vervelende groep van haar verpestte alle toneelstukken. Maakt me boos en verdrietig. Ik zal het er niet bij laten. Inderdaad. We gaan nog een etage omhoog. Ik weet niet hoe groot dit theater is, maar het is een behoorlijk groot theater, denk ik. Hier weer een nieuwe verdieping en hierna kunnen we alweer naar boven. Hebben we hier iets wat we nog niet hebben gehad? Wat is dit? Word ik hier een zeemeermin? Ik denk het wel.
Laat trouwens even in de comments weten wat jij de leukste kracht of transformatie van Peach vindt. Ik ben heel benieuwd. Er is vandaag een concert en ik kan niet wachten om de zangeres te horen, zegt Stella. Zouden wij gewoon de zangeres worden? Wow, dit ziet er wel even mooi uit, hè? Wat een slome slappeling. Oh my god, zit je nou gewoon... Ben je nou gewoon even de schildpad aan het kapotmaken? Schildpad... Come on. Ik geef de zeemeerminnen eventjes een extra kracht. En ja, kijk, daar is de schildpad weer. Dankzij jou hoorden ze onze stemmen. De schildpad geeft je een lift als bedankje. Oké, dat is lief, hè? Dat is lief. Dankjewel, schildpad. Mogen we nog steeds niet naar binnen? Alle zeemeerminnen staan al klaar, joh. Wat is er aan de hand, hè, jongens? De zangeres is kwijt. Oh no, zonder zangeres kan het concert niet doorgaan. Nee, dat lijkt me inderdaad lastig, ja. We moeten de sprankteur gaan zoeken. Hey, kijk, dit is de schuilplaats van de zangeres, denkt Stella. Daar gaan we weer. Worden we nu Ariel van de kleine zeemeermin? Kijk eens, ja, maar natuurlijk nog steeds wel blond. Nou, wat grappig. Zeemeermin Peach. Dus dit wordt een zwemleveltje, denk ik. Ja, een waterlevel. Je stem lijkt precies op die van onze zangeres. We kunnen de zangeres nergens vinden. Maar we hebben jou nu nodig om op het podium te zingen. Oké, is goed. Ja, ik kom er zo aan. Eerst eens even kijken of hier een ster is of zo. Kijk. Misschien kunnen we deze schelp openen door te zingen. Ja, hartstikke idee. Oké, kom maar aan, jongens. Gaan we even een concertje geven met Peach. Hey, hallo. Bedankt voor jullie geduld. Het orkest is er en staat de watertrap al aan. Wow. We zullen een hele speciale liederen laten horen. Dit is echt wel grappig, hoor. Ons eerste lied. Oh, oh. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er, jongens? Waarom gaat het licht aan en uit? Ik zag weer van die gekke oogjes. Oh, nee! No, ze worden... Nee, het orkest wordt gekidnapt. Ze zullen het concert moeten afzeggen. Ik dacht dat het wel zou lukken, maar... Ik vind haar stem niet de allermooiste stem. Daar hadden ze wel een mooier stemmetje van kunnen maken. Oké. Maar kijk, door B ingedrukt te houden gaan de visjes wat doen. En met die visjes kan ik dan inderdaad, nou ja, wat ik al zeg, dingen doen. Kunnen daar onderdoor en zo en zo, zo, zo. En die gaan hier deze schelp openmaken. Doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Kijk, nog meer muntjes. Hier is een sterretje. Moeten zij die ook pakken? Kan ik niks zelf pakken? Nee, ik kan helemaal niks zelf pakken. Ik zwem gewoon hier langs de voorgrond. En dan zijn er geen... visjes meer te bekennen nu? Waar zijn mijn vismaten? Hé, ik zit vast. Kan iemand me helpen? Wat lach jij, vriend? Kijk, daar zijn weer vissen. Kijk, gaan we eerst deze kleine schelp openmaken? Go, 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 go. Kijk, er komen er meer vissen. En met die meer vissen... Oh, kijk hieronder. Nog meer. Kom op. Met z'n allen, jongens. Met z'n allen. Kijk, daar is een ster. Wat zit hierin? Nog meer vissen. Kijk, nu zijn we denk ik met genoeg. Ja, lekker. 1, 2, 3. Bam! Hallo orkestman. Bedankt voor de hulp. Je hebt me gered. Heel graag gedaan, maat. Door naar de volgende. Roep als je ons kunt horen. Waar kunnen ze zijn? Hier achter het zeewier. Ja, duw dat maar weg. Top. Hier nog een ster. Doe dit weg. Wacht even hoor. Hier beneden is iets. En hier rechts is ook iets. Kijk, daar is die. Vissen. Kom, kom, kom. Jullie moeten me helpen. Hier. Hier is de meneer. Oh, dit is Ribbon, meneer. Ja, dankjewel. Oké, let's go, visjes. Ga naar beneden. Met z'n allen. Oh, die andere visjes gaan niet mee. Oh, kijk, ik kan deze ook. Zo, zo. Ja, en dan kan ik dit pakken. Go, 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 go. Ja, en dan die ster nog. Yes, top. Hij zit hier vast. Nou, dan moet ik weer allemaal vissen gaan verzamelen, denk ik. Of kan deze vissen gewoon dit allemaal weghalen? Oh, dit is een puzzel. Ik snap het, ja. Maar zo, kijk, dit moeten we, de juiste volgorde moeten we dit allemaal weghalen. Dus we beginnen denk ik met geel naar buiten klappen. Nee, dan deze zo. Kijk, deze open klappen. En deze naar beneden. Ja, op je bakkes. Lekker. Daar is tweede trompetman. En daar is de laatste. Oh nee, onze collega en die arme schildpad. Kijk, ik heb hier drie grote vissen. Wat kunnen die doen? Kunnen die eventjes naar het hoofd van de schildpad gaan misschien? Pak, doe iets met het hoofd. Oh, wacht even. Ik weet het al. Ik moet de vissen op verschillende plekken neerzetten. Ja, kijk zo. Dit is goed. Dit is denk ik goed. Ja, zo. Helemaal top. Yo! Heel nice. Top dit. Ja, dit was leuk. Hallo meneer de schildpad. We moeten naar de concertzaal, want nu kunnen we eindelijk het concert laten beginnen. Gaat die schildpad ook meedoen? Dat zou lijp zijn. Ah, die brengt ons erheen. Oké. Ook goed. Bedankt, hè, maat. Let's go. Whee! Iedereen is hier nog een beetje bang, zoals je kan zien. Maar daar zijn we, hoor. Daar zijn we weer. Ja, 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 ja. We kunnen beginnen. Je hebt iedereen gered. Ik moet in de richting duwen. De joystick waar... Nou ja, dat boeit eigenlijk niet. Laten we gewoon een mooi concert geven. Zo, zo. En dan twee keer naar rechts. Ja, heel mooi. Prachtig dit. Heel goed, Peach. Gooi je emotie erin. Gooi alles erin wat je hebt. Ja, kijk eens. Heel goed doen. Laat de armen maar meedoen. Ja, zeker wel.
Zo, 1, 2 en 3 en 4. Ja hoor. Kijk, daar is trompetman. Die doet nu ook gezellig mee. Met de dwebbels erbij. Hop, 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 hop. Ja hoor. Kijk, en de alen doen ook mee. Ja, dit wordt een concertje, jongen. Oh, kijk eens, joh. Daar gaan we helemaal los met z'n allen. En alle evil bastards verdwijnen als sneeuw voor de zon of als druppels in het water. Prinses Peach, de operazangeres, als zeemeer, mijn vrouw. Oké, wat hebben we nog meer? Hebben we nog meer nieuwe dingen? Een buitenaardse invasie? Dat vind ik vet. Waar zijn die aliens? Oh, er zijn ruimteschippen. Schepen. Kom op, Peach. Wat was dat? Nee, iedereen is ontvoerd. We moeten de schuilplek vinden. Komt goed, jongens. Komt goed. Komt goed. Ik ga jullie bevrijden. Hier. Zo. Hoppakee. Daar zijn jullie weer. Ruimtemannen. Yes. Wat sta jij te springen dan? Oké. Dit gaat helemaal fout hier, joh. Jeetje. Wat denk? Helemaal los overal. Alles wordt in de fik gezet. Dit is niet oké. Oké, hoe gaan we dit doen? Wat is dit? Zijn dit sprinklers? Nee. Het zijn geen sprinklers. Ik ga door. Mijn vingers verkrampen. Kan ik je helpen? Hier, ik help jou. Alsjeblieft. Graag gedaan, maat. Hier, kom maar. Hoppakee. Wegwezen ermee. Rennen. Terug. We moeten een veilige plek zien te vinden. Ja, dat lijkt me handig, ja. Oh, no. Brand. Kom op, Peach. Zet de fontein weer in aan en werkend. Kijk, dit is goed. Overal regen. Hoppakee. Weg, brand. En we kunnen door. Yay. En we gaan door. Maar waar gaan we naartoe? Ik krijg geen contact met de kantorenwijk. Wat zou er aan de hand zijn? Nou, kan ik je wel vertellen, maat. Geef eerst maar even wat muntjes aan mij. Dankjewel. En dan ga ik even hier bovenop kijken, want ik dacht al dat daar een ster te vinden zou zijn. Oké. Is dat de kantorenwijk? Staat die ook in de vink? Moet iets doen om te helpen. Gaan we doen. Kijk, ze gaan, jongen. Jemig. Oké, we gaan eerst maar eens even al deze droepjes verslaan. Dit zijn er alvast 2. Dat is nummer 3. En hoppakee. Jullie hebben niks op Prinses Peach, jongen. Jij bent duidelijk geen gewone dame. Dankjewel. Ik vraag me af of... Oh. Oh. Wat is dit? Met jouw talent zou je me kunnen helpen. Word ik nu Alien Peach? Dat zou helemaal lijp zijn. De professor denkt dat ik de redding zal zijn van al deze mensen hier. Ja. Kijk. Nieuwe transformatieportal. Oeh. Dit is cool. Wow. Dit doet me denken aan Baymax. Big Hero 6 dingen. Heel cool. Actieheld Peach. Dit lijkt me heel cool. Veel succes, dankjewel. Help ons. Ja, komt goed. Ik kom eraan. Hoppakee, superhero pose alles. 1, 2, 3. Dat is een idee. Weg ermee. Oké, ik ga snel door. Oh, nee, ik ga niet snel door. We gaan eerst praten. Kun je ons alsjeblieft beschermen? Jazeker wel. Kom maar mee. Bescherm jullie tegen alles. Je kunt. Niet aan. Ons ontsnappen. Nou, kijk eens hoe snel dat gaat, maat. Super easy. Nee, jullie gaan hem niet mijn maten meenemen. Wat een idee. Nee, ook jij niet. Weg ermee. Hoppakee, bovenop dat andere ruimteschip. Lekker. Bedankt voor de bescherming. Graag gedaan. Geen enkel probleem. Daar ben ik voor. Dit is heel nice. Echt een goede superheld. Oké. Ik ga hier gewoon voorbij rennen. Dan ga ik dit optillen. En ik weet niet, ik ga dit ergens... Oh, wacht. Ik ga dit zo vasthouden. Dan kunnen jullie er langs lopen. Kom maar, jongens. Lekker bezig, Peach. Stop dit. Moet ik dit ding nog verder meenemen? Oh ja, kijk. Hier kunnen we een brug bouwen. Gooi maar. Hotsik idee. Rennen maar, jongens. Hey. Go. Oh, wat is dit, joh? DJ Octopus moet al deze wezens vangen. Nee. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, maat. Kom hier, weg ermee. Laat ze met rust. Nog één? Waar komt hier nou vandaan? Gaan ze weg. Hier, 1, 2 en 3. Oh, moet ik je nog vaker klappen? Ik dacht dat ik je 3 keer hoefde te slaan. 4 en dan... Dikke doei. Oké, nog één? Mag hoor. Je mag nog zo'n octopus op me afsturen. Vind ik geen enkel probleem. Ook die pak ik dan aan. Rennen, Peach. Go. Wat is dit? Hier zijn we veilig. Oh, dit is de schuilplaats. Graag gedaan, man. Yeah. Oké. Tot ziens. Oh, wat gebeurt er nou? Wat is dit? Oh, nee. Nee. Niet de schuilplaats meenemen. Nee. Ik dacht het al, hè. Wat komt daaruit? Oh, dat is de professor. Sorry dat ik laat ben. Ik heb iets wat nu van pas kan komen. Snel, gebruik dit apparaat. Oké. Zet een teleportermachine. Wacht even. Gaan we vliegen? Heb ik een jetpack? Ja, gek. Ik heb een jetpack. Heel cool. Lekker. Ga iedereen redden. Niemand ontkomt aan de krachten van Peach. Hotsiek idee. Weg ermee. En jullie ook.
Oh. Raak je mij nou? Nee, dat is niet oké. Dat kan ik niet accepteren. Ik ben nog een keer geraakt. Oké, ik moet iets zuiniger doen. Ietsje meer pas op de plaats. Oh, weer geraakt. Nee, dit gaat niet goed. Oké, ik moet gefocust blijven, jongens. Ik moet gefocust blijven. Zo. Oké, ja, nu gaat het beter. Nu gaat het beter. Deze redden. En deze redden. En deze redden. Ja, oké. Ja, top. Oké, gaan we boksen? Kom dan. Oh, wacht eens even. Wat moet ik doen? Kijk goed naar wat je tegenstander doet. En gaan we het juiste met de tegenaanval. Oh, ik moet gewoon... Oh, ja. Huts. Hoppa. En... Hoppa. Lekker dit. En smijten. Smijten die grote mechanische robot. Bam! Kijk, en mijn maten worden weer losgelaten. Die hebben we ook weer gered van de ondergang. Yeah. Wat een super vette aflevering. Kan je niet wachten op het volgende deel? Vergeet het niet te abonneren. Doe het duimpje omhoog en dan zie ik je gewoon dan weer. Mazzel!